Yo gasten, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Het is tijd voor een nieuwe wat als puntje, puntje, puntje niks had verkocht. En ditmaal is het één van de twee titelstrijders. Het is namelijk PSV. Sorry Feyenoord fans. Ja, jullie zijn het niet. Jullie, laten we eerlijk zijn, hoorden ook niet bij de titelrace afgelopen seizoen. Hopelijk kan dat wel weer snel gebeuren. Hoe spannender de competitie, hoe beter en leuker voor iedereen. Maar nu is het dus tijd voor wat als puntje, puntje, puntje niks had verkocht met PSV. Let's go! Goed, wat als PSV niks had verkocht? Ik ga aan jullie eerst gewoon de selectie laten zien. Ik ben er best wel een tijdje mee bezig geweest, want god, wat heb PSV veel spelers gehad. Dus ik moest ook nog eens keuze maken met wie haal ik wel terug, wie haal ik niet. Want ik kon onmogelijk iedereen terughalen. Het waren er echt veel. Maar de hele selectie is toch best wel onder de schop genomen. En het is best wel een beast team, moet ik eerlijk toegeven. Ze hebben echt wel lijpe spelers. We hebben Mertens, Depay en Lozano vormen daar de aanval. Wijnaldum, Strootman, Guardado, het middenveld. Angelino, Marcelo, Rekik, Arias en Zoet. Voor me daar de verdediging en dus ook de doelman, Zoet natuurlijk. Even wat ik erbij wil zeggen, de opstelling, misschien zijn sommigen het er niet mee eens. Ik baseer mijn opstelling gewoon altijd op het algemeen. De hoogste spelers die komen er te staan en niet op potentie, want we simuleren toch maar één seizoen. Dus op basis van algemeens maak ik ook een selectie spelers. Sommige spelers waren nog maar 70 algemeen of zo. En ik zie iets van, ja, dat heeft niet veel meerwaarde. Voor degene die zich afvragen waar de fuck is Affalay. Ik heb echt gekeken bij Stoke bijvoorbeeld. Ik kon hem nergens vinden. Stoke City had hem niet. Voor een of andere reden. Want ik weet zeker dat mensen daar wel naar gaan vragen. Affalay heb ik echt niet kunnen vinden. Maar goed, dit is in ieder geval de basis. We hebben ook nog een hele brede bank natuurlijk. Proper, Van Ginkel, Moreno, Gomez is terug. Natuurlijk is Luc de Jong nog. Bergwijntje daar. Het is echt een hele brede selectie. Toyvonen moest ik ook terughalen. Ik wil kijken wat ik nog over heb, kerel. Deze selectie is best wel insane. Ik ben benieuwd wat hun doelstellingen ook gaan zijn. Ik vermoed wordt kampioen en dan moet zo'n selectie als deze toch ook wel lukken. Ik ben benieuwd hoe ver ze in Europees verband, in Europees voetbal kunnen komen. Deze berichtjes maken allemaal niet heel veel uit. Die verwijderen we gewoon. We houden alleen even die met verwachtingen over. En die gaan we even checken. Champions League haalde kwartfinale. Oranje beker, win de beker en win de competitie. Ja, dat was te verwachten met zo'n team als dit. De rest, ja, dat boeit niet echt. Want daar gaan we ons toch niet aan houden met simuleren. We weten waar we aan toe zijn. Ze moeten de competitie ook wel winnen met een team als dit, toch? Ik vind van wel. We gaan naar de helft van het seizoen en dan gaan we een eerste indruk krijgen van hoe het team presteert. Oké, januari is aangebroken. Dat betekent dat we er even een maandje terugstappen. Want we zijn dan ongeveer op de helft. En we gaan, ik heb Excelsior niet gezien dat resultaat, dat wil ik zo dadelijk zien. We gaan van beneden naar boven, we hebben een verlies tegen AZ. Thuis ook nog wel. Hier komt de EA Logic of de FIFA Logic met simulaties. Winst op NAC gelukkig, gelijk tegen Inter, winst daar ook een winst, oké. Winst op Feyenoord, alright, dat lijkt er wat meer op. Dan wil ik hier gewoon even checken, winst op Heerenveen, Graafschap en Vitesse. Oké, we hebben één verliesje gezien en we staan tweede. Oké, we zitten dus nog wel midden in de race. Ajax strijdt ook mee daar, Feyenoord is een beetje aan het bijbenen daar met 33 punten. Ik open de stand wel even. Ja, was te verwachten dat Ajax nog natuurlijk wel gewoon mee zou strijden. Oh, pardon. Om die eerste plek. Die hebben ook gewoon nog steeds een sterke selectie. Maar I don't know. Hoeveel hebben we uiteindelijk verloren? Hoeveel wedstrijden? 2. En 4 gelijk. Echt maar 1 wedstrijdje meer verloren als Ajax. Het is gewoon pure pech even. Hoe zit het met de beker? Daar zitten we nog in de kwartfinale. En Europees voetbal. Dit bedoelde ik dus niet. Zitten we bij de laatste 16? Zou toch mooi zijn? Nee. Nee, geen laatste 16. Dan hebben we dus niet de groep overleefd. We hadden ook wel een pittig groepje. We zijn zelfs vierde geworden. We hebben gewoon maar 1 punt. Ja, pittige pool. Maar ik had toch wel iets beters gehoopt, denk ik. Misschien had ik het niet moeten verwachten, maar ik hoopte het vooral. Ja, dat is een jammere. Europees spelen we dus helemaal geen rol nog, eigenlijk. Om het maar zo te noemen. Er zijn wat
blessure dingetjes. Wat we nog even gauw gaan checken is wie zijn de topscorers tot nu toe. Bergwijntje als invalletje. Goeie pinchhitter dus, denk ik. 10 doelpunten in 17 wedstrijden. Staat daar op de eerste plek. Ik zie dat ook. Ik zie hem als enige PSV-spelers hier in het rijtje staan. Nou, de assists. Bergwijn ook weer. 4 assists. En daaronder staat Narsing met 3 assists. Ramselaar zien we daar ook. 3 assists. Van Ginkel met 2. Wow, daar zitten wat meer spelers tussen. 0 tegendoelpunten. Zoet heeft 4 keer de 0 gehouden. Kan beter, Jeroentje. Kan beter. Nou ja, dat is een beetje de eerste indruk nu op de helft van dit seizoen. We hebben dus geen Europees voetbal meer. De focus ligt wat meer op competitie. Eigenlijk met deze selectie, als we hem toch in Europees voetbal hebben, beker erbij winnen. Moeten ze kunnen, toch? Het zou toch gigantisch mooi zijn. We gaan het zien. We gaan het meemaken. Ik leeg even mijn inbox. En dan gaan we gewoon doorsimuleren. Oké, we zijn bij het einde van het seizoen. De laatste wedstrijd hier tegen AZ is gespeeld als een winst met 2-1. We gaan ook even de resultaten van vorig seizoen, vorige maand checken. Hoor mij dan even. Er is ook een winst tegen Heracles. Dat is top. Hier zien we de beker. Dat was de finale. Is ook gewonnen. Kijk, hartstikke mooi. Dan hebben we hier een gelijkspel tegen Willem II. Dat is minder mooi. Winst, winst, winst en winst. Oké. Dat is op zich zijn dat best goede resultaten. We gaan checken hoe we het nou hebben gedaan in die gekke competitie. En de... het is gelukt hoor. Moest ik wel. Het is de dubbel geworden. De kampioenschap van de competitie. En de beker. Nou, dan heeft PSV het toch wel gewoon goed gedaan eigenlijk. De verwachtingen volbracht die ik had. We gaan natuurlijk wel even checken hoe het compleet staat in de competitie. Feyenoord kon niet bijbenen. Dat bedoelde ik al. Wat ik bij mijn intro zei. Ze proberen het, maar het lukt ze niet. Nee, maar dat is oprecht wel jammer. Vroeger, toen je echt die top 3 had met Feyenoord, PSV, Ajax, zeg maar, dat die drie gingen strijden voor de titel. Dat was toch wel wat de spannendere tijden van de competitie. Maar hey, het is wat het is, het is wat het is. 20 punten verschil. Lekker hoor. Lekker. Ajax een tweede geworden. Ja, dan kan er maar één de eerste worden. Logisch. En ditmaal is dat PSV met deze selectie. We gaan dus even kijken. Wij zijn dus ook de bekerwinnaar. Hebben tegen AZ. Hoe ver is Ajax gekomen, joh? Hier niet eens. Waar zijn ze eruit getikt dan? In ronde 2. Door FC Utrecht. Fair play. Venlo is eruit getikt daar door Feyenoord. Met toen ging Feyenoord eruit door Heracles. Uit. Dat is interessant. Gaan we even de topscorertjes checken. Wie is eigenlijk laatste geworden? Dat moeten we ook nog even checken. Wie is de laatste? Heracles. Dat is, vind ik persoonlijk, best wel slecht voor Heracles zijnde. Die kunnen beter. Die kunnen beter. Maar hey, dat is mijn mening. Goed, zoals ik al zei, de topscorers. We zien Tadic, die heeft plek 1 veroverd. 1 doelpuntje meer als Bergwijn daar op de tweede plek met 20 doelpunten. Is er nog een PSV'er die zich op zijn minst het lijstje heeft kunnen inschieten? Nee joh. Oh wacht, daar komt eraan. De Jong. Lucky. Luc de Jong. Wat een man. Bergwijn is wel met nummer 1 plek voor de assists vandoor gegaan. 13 assists in het seizoen. Labiat staat daar ook bij. Op de 11e plek met 4 assists. En Gutierrez staat er ook in. Ook 4 assists. En dat was hem. Dat waren de assists. Zoet heeft toch gedeeltelijk het vaakst de nul gehouden samen met Pat en Varela. 11 keer de nul gehouden, lekker gedaan Zoet. Jouw keeperswerk heeft ons zeker wel geholpen. De gele en rode kaarten maakt niet echt uit. We hebben dus alle resultaten gezien. Wat vinden jullie? Heeft de PSV het goed gedaan? Ze konden het niet heel veel beter doen. Ik bedoel, zware pool in de Champions League, eruit gedonderd. Helaas, helaas. Maar ja. Vond je het dan een leuke video? Dan zou ik zeggen, smash dat duimpje omhoog. Laat die like achter, dat zou ik zeer waarderen. Deel de video, dat kan mij enorm helpen. Abonneer als je dat nog niet bent en je zou meer willen zien. En social media linkjes staan in de beschrijving. Wil je van alles op de hoogte blijven. Ik bedank jullie voor het kijken en voor al jullie support. En ik check jullie graag de volgende keer weer. Tot dan, laters.